Hoi hoi, vandaag heb ik weer mijn oude receptenmapje erbij gehaald. We gaan een heel oud recept maken uit de Spaanse keuken. Namelijk Spaanse flan, oftewel eierpudding. Deze heb ik al van mijn moeder geleerd. We hebben maar een paar ingrediënten nodig. 8 eitjes, 8 scheppen suiker, vanillesuiker en 1 liter melk. En verder nog 150 gram suiker om karamel mee te maken. Daar gebruiken we een steelpannetje voor. Daar gaat 150 gram suiker in. Die doen we aan op vol vermogen. En daar gaan ongeveer 2 eetlepels water bij. We gaan alles in de blender mixen. Dus we beginnen met de eitjes. Daar gaan alle 8 eitjes in. Dan de 8 scheppen suiker. Dan doen we 2 scheppen vanillesuiker erbij. En 1 liter melk. Ik gebruik halfvolle melk, maar het mag ook volle melk zijn. En dan gaat de mixer aan. Na een halve minuut mixen ongeveer is ons mengsel klaar. En dan gaan we kijken hoe het met onze karamel gaat. Onze karamel begint al wat te verkleuren, maar het is nog niet donker genoeg. We wachten nog even totdat hij iets donkerder kleurt. Onze karamel is al behoorlijk donker aan het worden. Er zijn ongeveer 5 minuutjes voorbij. We blijven erbij. We lopen niet weg. Het begint er nu al op te lijken. We gaan de flan maken in een kleine ovenschaal waar ongeveer 1,5 liter vocht in kan. Nu is al het schuim weg van de suiker. Dus nu gaan we de karamel voorzichtig. Pas op voor spetters, want hete karamel is niet grappig. We bewegen de glazen schaal heen en weer, zodat de bodem goed bedekt is. Het hoeft niet per se helemaal langs de randen. Er zijn ook speciale flanerras te koop om de flan in te maken met deksel. Zijn meestal van aluminium, maar vandaag gebruik ik gewoon een glazen schaal. En we maken de flan au bain-marie. Dat betekent dat deze schaal in een grotere ovenschaal gaat met water gevuld. We wachten even tot de karamel hard geworden is en dan gaat ons eiermengsel erin. Zo, onze karamel is inmiddels afgekoeld, helemaal hard. Dus ik leg hem alvast in een grotere ovenschaal. En daar gaat ons eiermengsel in. Vervolgens doen we water in de schaal. Tot ongeveer de helft. En dan gieten we nog het laatste beetje erbij. Zo. We dekken hem af met aluminiumfolie. En hij kan de voorverwarmde oven in van 180 graden gedurende 60 minuten. Ook belangrijk om te weten is dat de flan het lekkerste is als je hem de dag ervoor maakt. Dus ik maak hem nu, het is einde van de middag, zodat ik hem morgen na het eten lekker koud kan serveren en kan aansnijden. Dus dat hij echt de hele nacht afkoelt en in de koelkast lekker koud wordt. Zo, de oven is opgewarmd. Dus onze flan gaat erin. En we stellen hem in op 60 minuten. Dus we moeten even geduld hebben. Ons uurtje zit erop. Dus we gaan even kijken hoe het eruit ziet. We halen met aluminiumfolie voorzichtig omhoog. We steken een mes in het midden en hij komt er schoon uit. Dus dat betekent dat hij nagenoeg gaar is. We dekken hem weer af. De oven is nog steeds flink heet. En we laten hem in de oven afkoelen.
Zo, het is inmiddels de volgende dag. Dus tijd om de vlam eruit te halen. Dit kan je maar één keer goed doen. Of één keer fout natuurlijk. Dus ik ben heel erg benieuwd. We halen de vorm uit het water. De microfolie weg. Pakken er even een mes bij en gaan langs de randjes. Hopen dat we niet vies worden. En in één keer. En daar is die dan. En daar is onze mooie vlam. Ik heb er nu al zin in. Dit is nou onze vlam geworden. We moeten natuurlijk wel even proeven, hè. Oh, het is echt heel goed gelukt. Super lekker. Voor mij echt nummer 1. Ik kan gewoon niet omschrijven. Ja, je moet het gewoon een keertje proeven. Het is heel erg lekker. Het is heel erg makkelijk, zoals je hebt gezien, om te maken. Ja, je moet er wel even de dag van tevoren bereiden. Maar dan heb je de volgende dag ook echt wel iets verrukkelijks op tafel. Nou, vonden jullie dit weer een leuke video? En willen jullie nog meer video's van mij zien? Vergeet dan niet te liken en te subscriben. Als je ook nog op het belletje drukt, dan word je op de hoogte gehouden van alle nieuwe updates die ik maak. En hebben jullie nog suggesties voor recepten? Willen jullie iets van mij leren? Laat het me weten in de comments. Dan kom ik er zeker op terug. Nou, voor nu tot de volgende keer. Doei!